We vieren eigenlijk vandaag, het was tot jij kwam heel mooi weer, maar we vieren vandaag dat we op het oude schoolplein dat wij weer kunnen spelen. Dat er een mooi nieuw speeltoestel is. Die heeft altijd de school ingezeten en 3 jaar geleden is de school naar het kanaal verhuisd, of bij het kanaal. En sindsdien hebben we dus ook geen speelplekken meer hier. En nu gelukkig weer wel. We hebben in samenwerking met de dorpsregisseur Sjoerd en de dorpsbewoners, dus echt de omwonenden, hebben we gekeken van wat zou er dan eigenlijk moeten komen. En we wilden vooral klimmen, klauteren en spelen en ontmoeten. En toen hebben we samen gekozen voor het speeltoestel wat er nu staat. En er komt ook nog een speeltoestel bij voor wat kleinere kinderen, maar die is nog in bestelling. Het is echt voor wat kleinere kinderen, dus met een kleine glijbaan. En dus ook wel klimmen en klauteren, maar datgene wat er nu staat is echt wel wat voor wat grotere kinderen. Het idee is wel dat we met het dorp en de gemeente gaan kijken hoe gaan we het oude plein en het grasveld inrichten tot een speel- en beweegbos. Misschien niet per se helemaal bos, maar wel met een speel- en beweegruimte waar dan die speeltoestellen ook in terugkomen. Nou, in ieder geval van heel veel gezelligheid zoals het vandaag is. Een beetje nat misschien nu. Maar ja, ik vind het gewoon heel positief dat er heel veel dorpsbewoners zijn gekomen met hun kinderen. Om dus inderdaad te vieren dat we weer kunnen spelen. En ja, we hebben denk ik echt nog wel een slag te slaan. Ook als we het hebben over onderhoud van het plein en het groen en dergelijke. Maar ja, dit is een hele mooie stap in de richting.